over van je eenmanszaak naar een BV, dan zijn er drie manieren om dit te doen. Allereerst de activa-passiva transactie. Dit is de meest eenvoudige manier. Je verkoopt als het ware al je bezittingen, de activa, en de schulden, de passiva, aan je nieuw opgerichte BV. Je hebt hiervoor wel een activa-passiva document nodig. Dit mag je zelf opstellen of laten doen door je boekhouder of accountant. Je hebt geen aanvullende notariële akte van inbreng nodig bij dit activa-passiva document. Een notariële akte van oprichting heb je altijd nodig, dus ook zeker bij deze vorm van omzetting. Het kan wel zijn dat wanneer je een activa-passiva transactie doet, je te maken krijgt met een stakingswinst omdat je je eenmanszaak stopt. De tweede manier is een ruisende inbreng en deze is geschikt als je je onderneming met terugwerkende kracht wil omzetten van eenmanszaak naar BV en voornemens bent om je onderneming binnen 3 jaar weer te verkopen. Je stuurt hiervoor een intentieverklaring op naar de Belastingdienst. Stel deze op samen met je boekhouder of accountant. Naast de notariële akte van oprichting stelt de notaris ook een akte van inbreng op. En hierin staan alle activa en passiva die overgaan naar de BV. De BV gaat hierop vervolgens verder met de actuele boekwaarde op de balans. En ook met deze vorm kun je te maken krijgen met een stakingswinst omdat je stopt met je eenmanszaak. Let op, je intentieverklaring moet wel op tijd bij de Belastingdienst binnen zijn. Bijvoorbeeld, je wil per 1 januari overgaan naar een BV, dan moet je intentieverklaring voor 1 april bij de Belastingdienst binnen zijn. Je hebt dan vervolgens tot 1 oktober de tijd om je BV op te richten. En de laatste manier, manier nummer 3, is de geruisloze inbreng. Ook deze vorm van omzetting kan met terugwerkende kracht. Wil je nu per 1 januari overgaan, dan heb je tot 1 oktober om je intentieverklaring naar de Belastingdienst te sturen. En je hebt dan zelfs tot 1 april van het volgende jaar om je BV op te richten. Een ander verschil met de ruisende inbreng is dat je activa en passiva overgaan met dezelfde boekwaarde. Je hoeft dus geen belasting te betalen over de meerwaarde van je eenmanszaak. De beginbalans van je BV is gelijk aan de eindbalans van je eenmanszaak. Wil jij nu ook weten of het voor jou al voordelig is om over te stappen van een eenmanszaak naar een BV? Download dan de template Eenmanszaak of BV via thehappyfinancial.com/shop.